Vrijwel elke ondernemer heeft last van de coronacrisis. Maar wat nou als je juist net met een bedrijfje bent begonnen? Is er dan überhaupt nog wel een toekomstperspectief? In elke aflevering brengen we een bezoekje aan Startup Nijmegen. De plek waar startende ondernemers net dat extra steuntje in de rug krijgen. Vandaag spreek ik met Vincent de Vries. Met zijn bedrijf Match & Fit laat hij topsporters en sportverenigingen hun doelen en dromen waarmaken. Ja, in eerste instantie ging ik best wel goed. Ik ben hier vorig jaar fulltime mee aan de slag gegaan. Me toen ook aangesloten bij Startup Nijmegen. En in die fase ging het vooral om acquisitie, om het bouwen van mijn merk. Dat ging heel goed. Dus opdrachten kwamen binnen. Opdrachtgevers hadden ook veel vertrouwen in mij en in het bedrijf. En dat ging allemaal eigenlijk de goede kant op. Mm-hmm. En toen op een gegeven moment kwam het virus in Nederland. Wat merk je er toen van in eerste instantie? Ja, in eerste instantie dan ga je toch even kijken hoe de situatie zich ontwikkelt. En toen de maatregelen werden getroffen ten aanzien van de sportsector, toen dacht ik van nou, het begint wel heel serieus te worden. Mm-hmm. Want al mijn klanten die zitten in de sport. De sportverenigingen werden dichtgegooid, topsporters konden niet meer trainen, wedstrijden werden uitgesteld, toernooien, evenementen, nou, noem het allemaal op. Die werden allemaal uitgesteld of gecanceld. En daar draait mijn hele business om. Oké, dus in principe raakt je in één keer een heel groot gedeelte van de klanten kwijt. Nou, de klanten die bleven wel. Ja. Alleen ik heb goede ontwikkelingen in de gaten gehouden, heel nauw contact gehad met mijn klanten. Vanuit mijn verhaal verteld van wij gaan nu even ons project pauzeren. We gaan even kijken hoe de situatie zich ontwikkelt. Want hoofdzakelijk gaat mijn werk om sponsoraanvragen. En op het moment dat bedrijven getroffen worden door een crisis en geen zekerheid meer hebben, zitten ze niet op sponsoraanvragen te wachten. Dus dat zou betekenen dat al het voorwerk wat we doen, dat het allemaal teniet zou gaan op het moment dat we de projecten wel hadden doorgezet. Oké. En hoe heeft het bedrijf hier, Startup, je erbij geholpen? Want hier worden ook heel veel experts natuurlijk ingezet uit bepaalde sectoren. Hebben ze je goed geholpen hierbij? Ja zeker. Wat ik vooral heel erg waardevol vind aan Startup is het netwerk. En ook het netwerk achter het netwerk. In sponsoring gaat het toch ook vaak wel om de mensen kennen. Dus voor mijn werk is dat heel erg relevant. Maar ook op het moment dat het eventjes tegen zit, dan zijn hier heel veel ondernemers, maar ook partners die zijn aangesloten, die jou toch weer verder kunnen helpen, die jou kunnen laten omdenken om toch weer vooruit te kunnen kijken. Mm-hmm. En in welke zin heb je dan mee moeten bewegen met de situatie? En je ziet nu extra kansen hierdoor. Ja. Wat zijn die kansen dan? Ik zie dat het online gedeelte natuurlijk steeds meer naar voren komt. Dus ook daar ben ik gaan kijken of dat ik online workshops kan gaan geven. Om ook daar partners bij te zoeken aan wie ik online workshops kan geven. Maar ook het onderhanden nemen van mijn website, het online beter vindbaar zijn. Het schrijven van content. Dat zijn kansen die ik heb gezien en die ook heb aangepakt. Oké, dus het zou goed kunnen dat de toekomst van jouw bedrijf in één keer heel veel meer aspecten biedt. Ja, dat zou kunnen. En ik verwacht dat de vraag naar sponsoring alleen maar gaat toenemen. Omdat er minder financiële middelen beschikbaar zijn binnen mijn doelgroepen. Ja, dus is dat ook wel iets wat je nu al ziet gebeuren, die verandering? Ja, zie ik gebeuren. Ik heb nauw contact met een aantal grote sportorganisaties. En de sporters die onder hen vallen, die missen nu startgelden. Die moeten extra materialen aanschaffen, omdat zij dus niet gebruik kunnen maken van hun huidige trainingsfaciliteiten. En daar is geld voor nodig. Dus ook die sporters wil ik via die partners gaan ondersteunen. Oké. En als je kijkt naar andere kleine ondernemingen nu die iets zouden willen beginnen of die al een tijdje bezig zijn. Je hebt natuurlijk wel heel veel geleerd van deze crisis, denk ik dan zo. Wat zou je die mensen mee kunnen geven? Ja, kijk vooral waar de kansen liggen. Mm. En probeer zo flexibel mogelijk te zijn dat je daarin ook dat je daarin kan meebewegen. Dus kijk vooral wat er mogelijk is en niet wat er niet mogelijk is. Dus ook vooral in deze tijd is er altijd wel ergens een soort gat in de markt te vinden waar je weer op in kan springen. Ja, ik denk dat een goede ondernemer creatief genoeg is om in ieder geval te kijken waar er kansen liggen en daar ook op in te spelen.